Mirjam, Connie, beide eigenaressen van Beauty Pillow. Maar jullie zijn ook vriendinnen. Ja, ja, we zijn vriendinnen en inmiddels ook 3 jaar compagnon. Mirjam, hoe zijn jullie begonnen met dit concept? Wij kwamen tot de ontdekking dat satijn heel erg goed is voor huid en haar. En toen zijn we dat verder gaan onderzoeken en het gaan ontwikkelen en in de markt gaan zetten. En ik heb ook begrepen dat het goed is voor je huid. Satijn polijst jouw huid. Jouw huid glijdt daar overheen. Dat in tegenstelling tot bij wijze van spreken een katoenen kussensloop. Wat je huid opruwt, wat aan je huid zuigt. Wat daardoor ook rimpels in je huid veroorzaakt. Dus als je op satijn slaapt, dan word je 's morgens wakker zonder slaapvouwen in je gezicht. En slaapvouwen gaan natuurlijk op de lange termijn rimpeltjes veroorzaken. Je nachtverzorging trekt echt in je huid, daar waar die hoort te zijn. En niet in je kussensloop. Het is goed bij een acnehuid. Bij acne, dat moet je me even uitleggen. Acnehuid, dat is een hele kwetsbare huid. En ook gevoelig voor infecties. Als die dan steeds opgeruwd wordt door bijvoorbeeld katoen, gaat iedere keer die huid open. En door de polijstende werking van het satijn is dat niet het geval. Connie, is dat nou warm satijn of is het juist verkoelend? Satijn is echt beduidend koeler als om op te slapen als wanneer je op een katoenen kussensloop slaapt. Dat is echt onderzocht en bewezen? Ja, ik voel maar, het voelt gewoon nog lekker koel. Doet het ook nog iets voor je haar? Juist omdat het zo glad is, wordt het haar niet beschadigd. Waardoor het ook niet gaat splijten en niet zo snel gaat breken. En het prettige ook is als je een haarverzorgingsproduct voor het slapen gaan aanbrengt. Verdwijnt het niet in je kussen, maar kan het heel goed zijn werking doen in het haar. Extensions blijven beter op een plek zitten en ook haarwerk blijven beter op een plek zitten. En we hebben inmiddels ook gehoord dat mensen die er echt mee slapen met hun haarwerk het heel erg prettig vinden. Juist omdat het zo koel slaapt. Hoe zit het eigenlijk met de plannen van de toekomst? Zijn we nog misschien bezig met een nieuw product? Ja, wij zijn bezig met een nieuw product te ontwikkelen. Wat mooi aansluit bij het satijnen kussensloop wat we nu hebben. Dus wat ook weer zorgt voor een glad en glanzende huid. Jullie zijn ook bezig met een event. Ja, november gaat het plaatsvinden in de Eusebiuskerk in Arnhem. En hoe heet het event? Het Life is Beautiful Hair and Beauty Event, powered by Beauty Pillow. Wat kunnen we allemaal verwachten? Het wordt een heel groot spektakel, gericht op de hair en beauty branche. Business coach Richard Kofijberg zal een pauzesessie geven. Er wordt een hair fashion show verzorgd door kapper Bert de Zeeuw. Workshops zullen plaatsvinden, amusement. En er wordt een groot handelsplein geïnstalleerd. En er zijn ook stands, neem ik aan. Ja. Als er nog bedrijven zijn die mee zouden willen doen, is dat dan nog mogelijk? Zeker. Wil je meer informatie over dit event of wil je misschien als standhouder erbij zijn? Ga dan naar onze website rtl.nl/lifeisbeautiful. Dames, ik wens jullie nog heel veel succes en wij zijn erbij. Dankjewel. Dankjewel.